Je hebt twee type mensen. Mensen die niet duiken, die vinden het vaak fantastisch om te zien hoe dat eruit ziet onder water. Hè. En ook mensen die wel duiken, die er bijvoorbeeld geweest zijn. Hè. Hier ben ik geweest. Oh, kijk, daar zaten die vissen. Daar herinner ik me zo. We krijgen hele positieve reacties terug. Ik wil toch even met Wim. Ja. Hoe was het om met dit project met jouw zoon mee te maken? Nou, het was voor mij echt een uitdaging. Martijn heeft al verteld dat hij dus 2 jaar terug met die techniek begonnen is. Ja, en ik dook wel, maar niet op deze wijze. Dus hij heeft mij ook een snel cursus gegeven hoe je dat samen moet doen. En nou, het is het tweede jaar dat we met Hoeken bezig zijn en dat gaat voortreffelijk. Goede samenwerking, goed team. Luister ook naar elkaar. Als ik zeg nu gaan we de duik afbreken, dan breken we de duik ook af. Ja. Dus veiligheid staat wel op nummer 1 bij ons. Ja, okay. Wim, deze 3D-model, hebben jullie het van helemaal Hoeker alleen? Nee, we hebben nog een paar andere modellen. We hebben dus het bootje wat bij Captain's Don't Habitat ligt. We hebben een 3D-model van gemaakt. En we hebben ook het anker, dat ligt bij Carpata. Die hebben we dus ook in 3D-model gezet. We hebben het model is ook interactief. Dus op het moment dat je of met je telefoon of met je computer of met de virtual reality bril erheen loopt, dan zitten de knoppen in het model. En die kun je aanklikken. En als je die aanklikt, krijg je een stukje te zien, een filmpje te zien. Die heeft mijn vader netjes in elkaar gezet. Hè, mooie filmpjes over de geschiedenis bijvoorbeeld van die Helma Hoeker. Of over hoe we het gemaakt hebben, dat soort dingen. Maar er zit ook een knop in. Als je daarop drukt, dan kom je in Don's Habitat, het wrak wat daar ligt. En dan kun je dat rustig bekijken. Dus de gedachte is ook om het helemaal uit te breiden naar een omgeving van een netwerk eigenlijk van informatie waar je doorheen kan lopen, wat je tot je kan nemen. En we hebben verder ook nog heel veel modellen in Nederland gemaakt, in het Oostvoornse Meer. Dat is niet voor Bonaire relevant, maar daar hebben we ook heel veel modellen van gemaakt. Wij zitten in Nederland. Wij mogen 1 keer per jaar, als alles mee zit, naar Bonaire. En het liefst zou ik hier langer blijven, maar dat gaat helaas niet. Dus we zijn op dit moment ook op zoek naar mensen die denken van op Bonaire van god, dit is interessant. Dit kunnen we gebruiken op de een of andere manier. Misschien in de toeristische industrie of misschien voor het behoud van zaken. We hebben nog niks online staan in de zin van dat het project daar te vinden is. Maar ze kunnen met ons contact opnemen. Dus dat kan bij martijn@3-dept.com. Martijn, uw laatste woord met wat betreft deze project. Ja, ik denk dat we nog aan het begin staan van wat er in de toekomst allemaal mogelijk wordt. Virtual reality komt net eigenlijk om de hoek kijken. Maar we staan echt aan het begin van een tijdperk waarbij er veel meer mogelijk wordt. En waarbij ook het behoud van dit soort dingen op deze manier en het monitoren daarvan een steeds belangrijkere functie krijgt, denk ik.